What's up, everybody? Welcome back to another highly combustible reaction. We're jumping in the next one on our Zondag met Lubach journey. Brabant under attack. Get over it. Show the Avon show met Arjen Lubach some love. We already subbed up. We already smashed the like button. It's probably going to be hilarious. Regardless of what side of the argument that happens to be taking place you're on, he's hilarious to watch and he can make you believe anything. We moeten het hebben over een plek waar nog licht brandt. Brabantse burgemeesters doen een noodoproep. Drugscriminelen beheersen meer en meer de samenleving in hun provincie. No. Brabant wordt beheerst door criminelen. En dat zeggen de burgemeesters van de 5 grootste steden van Brabant. Dat zijn dus Eindhoven, Tilburg, Den Bosch, Breda... en de 5e grootste stad van Brabant. En die burgemeesters zeggen dus help! Criminelen nemen onze provincie over. En daarom hoog tijd voor... Brabant onder vuur. En dan zeggen jullie, zou je dat nou wel doen op televisie over zware criminelen praten? Nou, als de salafisten je willen onthoofden, de vindicators je willen ontgroenen... en de varkensboeren je willen ontwormen, dan kan dit ook nog wel. Dus, hoi jongens, leuke motorfietsen. Brabant ligt dus onder vuur. En iedereen weet, ja, in Brabant wordt wel eens een wietplantage opgerold. Tuurlijk. Maar check dit kaartje. Wat zien we hier? Is dit het aantal chlamydia-besmettingen tussen mensen verkleed als piraten en indianen in februari? Nee. Dit is het aantal gerapporteerde MDMA- en amfetamine-labs in Europa. Recorded dit is dus Brabant. Ja, yeah, I would say... Ik heb een beetje een drug problem sometimes, maybe. Maybe. Goed, oké, nog een plaatje dan. Deze. Is dit het aantal fans van Roy Donders per provincie? Nee. Dit is het aantal dumplocaties van drugsafval in Nederland. En die lange staaf is dus Brabant. Dit zijn niet een paar wietplantages. We're talking Brabant about some hardcore. De harddrugsfabriek van Europa. En wat MDMA betreft zelfs van de wereld. In de Brabantse drugshandel wordt volgens de meest conservatieve schattingen elk jaar 2,5 miljard euro omgezet. En dan kan je denken, ach ja, geld is geld. Maar wie handelt in drugs, moet ook hiermee dealen. De hele regio West-Brabant kreeg te maken met 17 moorden en doodslagen, zo bleek begin dit jaar. Daarmee streeft de regio Amsterdam 15 levensdelicten voorbij. Ik snap dat het nergens op slaat, maar toch, als Amsterdammer voelt dit als verliezen. But it still sounds a little bit more doable than a lot of American cities. I'm just gonna throw that out there. Doe toch pijn. Sterker nog, ik had een moord gedaan om op één te komen, maar zelfs dat was dus niet genoeg geweest. Nou, deze cijfers die waren van 2015, maar in 2017 beloofde het nog erger te worden met het aantal moorden. Brabant is dus het drugslab van Europa met meer moorden dan in Amsterdam. Dus daar moeten wel serieuze organisaties achter zitten. Een beetje de oude tijd van Al Capone. Oh, we got some real. Chicago is van ons en jullie doen New York. Nou, dat heb je in Brabant natuurlijk ook. Ja, ja. Luister, chef. Als jullie klundig doen, dan doen wij budel. Ik zou ervoor naar de bioscoop gaan, hoor. Ik kom thuis, watch the movie wat too. Denk je? Nou, ligt er in mijn bed het hoofd van Ankie van Kunsven. Het was echt een kliedig boel. Nou, waarom zitten al die criminelen nou eigenlijk in Brabant? Bij de regionale tv-zender Omroep Brabant hebben ze wel een theorie. Een marketingpitch, hè? Meer een marketingpraatje. We liggen gunstig. We zijn vanuit Brabant snel in België, snel in Duitsland. We hebben 2 grote zeehavens in de buurt. Antwerpen en Rotterdam. Kortom, ja, het is het ideale locatie voor een crimineel om zich te vestigen. If I was a criminal and watched that, I'd be like, oh, sounds like an ideal place. Dit Omroep Brabant filmpje is nu wat criminelen massaal delen op het dark web. Hey Alessandro, mocht je nou nog twijfelen tussen Palermo en Moergestel, check dit even, Sam. Bedankt, jongen. Nou goed, dat is er dus aan de hand. In Brabant is een nogal agressieve en bloeiende onderwereld actief. Maar dat is al best wel lang zo. Waarom trekken die 5 burgemeesters juist nu zo hard aan de noodklok? Dat is omdat de onderwereld steeds meer naar boven komt. De onderwereld vermengt zich steeds meer met de bovenwereld. Kortom, Italiaanse toestanden in Brabant. Ja, je hebt tegenwoordig dus echt Italiaanse toestanden in Brabant. En dat is echt waar. Ik was laatst in Den Bosch.
Nou, als je daarna 11 uur 's ochtends nog een cappuccino bestelt, lachen ze je keihard uit. Dus, had ik nog geen espresso gehad, hoor. Ah, echt lachen. Maar oké, laten we even kijken naar die vermenging van de boven- en de onderwereld. Daarvoor gaan we naar de drie zachte G's van Brabant. En op 1, groepsdruk. Precies, groepsdruk. Gewone burgers die worden benaderd door criminele organisaties. Dat kan echt iedereen zijn, zo vertelt deze rechercheur. Ik heb ook wel meegemaakt, een huisvrouw die in geldnood zat met 2 kleine kinderen. Die werd op straat benaderd van, mogen wij bij jou op zolder een hennep? Je hoeft er niks voor te doen. 1 op de 5 boeren in Brabant wordt gevraagd om loodsen te verhuren. Om hennep te kweken, ecstasy te maken of wapens op te slaan. Ja, 1 op de 5 Brabantse boeren wordt volgens de burgemeester van Eindhoven wel eens... 1 out of 5? You should just look at that like one of the scams. Be like, no way. Benaderd door criminelen om in de stal een drugslab op te laten. That doesn't mean that they have to let them. 1 op de 5. Alle boeren zeggen ja tegen MDMA. Ik liet me even gaan. Maar het gebeurt zo vaak dat die criminelen tegenwoordig ook gewoon stickers uitdelen. Zoals bij kinderprostzegels. Die de boeren naast de deuren kunnen hangen. Met daarop, wij zijn al benaderd door boeven. Please, no more soliciting. Of die boeren die werken zelf nu met zelfgemaakte ja-nee-stickers. Ja, wel huis en huisbladen. Nee, geen ketaminelab in mijn geitenstal. Zo erg is het al. Boeren worden benaderd. Huisvrouwen in geldnood ook. Maar je ziet het ook gewoon als je een beetje om je heen kijkt. Kijk maar eens in het buitengebied naar verkeersborden of plaatsnaamborden. Die zijn heel vaak doorzeefd met kogels. Gewoon om aan te geven van, wij zijn hier de baas, wij hebben scheid aan de overheid. Heftig, maar ook herkenbaar. Hè, bij mij thuis is de keukendeur ook doorzeefd met kogels. Gewoon om aan te geven van, ik ben hier de baas, ik heb scheid aan de overheid. Nee. En aan mijn keukendeur. Blijkbaar. En in die hele criminele scene is het natuurlijk ook heel normaal dat de gewone burger meer weet dan hij wil zeggen. If there's anything like us up there, it's just fun to drive around and shoot street signs. That's literally something I've done in other states. De zwijgcultuur in Brabant is groot. In Italië noemen ze dat omerta. In Brabant hebben ze daar een heel eigen woord voor, omerta. En als je heel scherp bent, als je heel goed kijkt, dan kun je soms wel heel subtiele dingetjes oppikken in de lichaamstaal. Ik heb van mijn collega begrepen dat er heel veel koffers op zou gesloten zijn en gedaan. Vanwege praktijken. Hoe of wat, dat weet ik dan niet. Maar... Ik hoop zo dat de jongen niet echt in een georganiseerde misdaad zit, maar oké. De Brabantse onderwereld werkt zich dus omhoog in het leven van gewone mensen. Maar het gaat verder, dus op naar de volgende zachte G. Geweld. Het gemeentehuis in het Brabantse Waalre staat in brand. Het vuur ontstond nadat het monumentale pand was geramd door 2 auto's. Mensen uit het criminele drugscircuit zouden de burgemeester naar het leven staan. Maybe that's why the mayor is saying something. Jacobs werd 9 maanden permanent bewaakt. De burgemeester van Rukven wordt extra bewaakt nadat dit weekend haar auto in vlammen opging. Ze spreekt van een gerichte actie tegen haar. Burgemeester Jan Boelhouwer werd in 2015 bedreigd door de 65-jarige Jan B. uit Hulten. Op dat moment wel de gevaarlijkste man van Brabant genoemd. In het tweede zachte G, geweld, worden Brabantse burgemeesters bedreigd. Dat varieert van auto's in de fik steken tot hele panden rammen. Maar ook dit soort dingen. Burgemeester Van Heusden die vertelt, hij gaat naar bed. En 2 minuten nadat hij je licht heeft uitgeknipt, krijgt hij een anoniem sms'je, welterusten. Nou, dat is een signaal van, we houden je ook nu in de gaten. I love when the news says something and you know that he's going to follow it with something more hilarious. Or he's going to have the same look on his face as you, like, what? Een sms'je met welterusten. Dat is wel eng. Of je hebt gewoon een heel groot bed. Nou, niet alleen burgemeesters zijn het doelwit, ook wethouders en raadsleden lopen gevaar. In een enquête van Brandpunt gaf meer dan 10% van de lokale politici toe dat er wel eens beleid is aangepast onder druk van criminele organisaties. 1 op de 10. Maar dat is best wel heftig, maar pas echt eng wordt het bij zachte G nummer 3. Wat is dat dan? Geld? Grafschennis? Gangsters? Nee?
gemeenteraad. Politieke partijen moeten er alert op zijn dat de georganiseerde misdaad in maart 2018 kandidaten in de gemeenteraad probeert te krijgen. I mean, the rest of the world, the politicians are already crooked. So maybe y'all are still before the fallout. Criminelen in de gemeenteraad. Ja, dit stond deze week in de krant. Want in maart zijn er dus verkiezingen. En volgens deze hoogleraar is er een grote kans dat boeven op de kandidatenlijsten proberen te komen. En hij is niet de enige hoor. Kijk, ook voor criminelen is de gemeenteraad interessant. En dat snap ik wel, want daar zit dan iemand die het beleid zo kan beïnvloeden dat het de criminelen goed uitkomt. En het gebeurt ook echt. Hobbel even mee naar de omgeving van Eindhoven. Een van de 5 grootste steden in Brabant. Naast Den Bosch, Breda, Tilburg en... Daar ligt een klein plaatsje, Leende. In Leende bij Eindhoven is het grootste drugslaboratorium van Nederland opgerold. De eigenaar samen met zijn vrouw en zoon gearresteerd. Om op Brabant gaat het om de penningmeester van de CDA-afdeling in Leende. Oh. Een van de grootste drugslabs van Nederland was dus in handen van het CDA. De eigenaar van de schuur die werd gearresteerd samen met zijn vrouw en zijn zoon. Wat maar weer bewijst dat voor het CDA het gezin ook echt de hoeksteen van de samenleving is. En ik zit ook te denken, een drugslab bij een CDA. Oh man, dat verklaart zoveel. Ik ben CDA, ik blijf CDA, ik woon nooit van mijn leven van de PVV. Wow. De laatste keer dat ik zo'n trip had, heb ik thuis mijn vriendin in elkaar gemapt, een verklaring omtrent gedrag aangevraagd en bij het IOC gesolliciteerd. He really gets a low blow in though, doesn't he? Below the belt, bye-bye. Ben er niet geworden, ze hadden een betere kandidaat. Hoe groot was dat lab eigenlijk? Er ligt voor 50 miljoen aan chemicaliën. You don't give a shit what he says. En van de MDMA die er ligt, kan je 6 miljoen ecstasy-pillen maken. Ja, zo fijn van NOS-verslaggever Theo Verbrugge. Die weet altijd precies hoeveel pillen je kan maken. Er is 3 miljoen euro geïnvesteerd in de jeugdzorg. Daar had je dus ruim 20.000 liter GHB van kunnen kopen. Zonder. Het blijft natuurlijk Brabant. Dus in de loods direct naast het drugslab was een carnavalsvereniging aan hun wagen aan het werken. Maar in verband met ontploffingsgevaar mochten ze daar niet mee doorgaan. Oh, hoe gaan ze daarmee om? Er wordt nu een heel rare carnaval voor ons. Oh, zielig. Zielig. Wacht even, een rare carnaval? Come on. Dan krijg je dus what mensen in normale kleren die door de weekse dagen gewoon naar hun werk gaan. Geen alcohol drinken, geen soa's oplopen. En dan tegen elkaar zeggen, wow, dit is echt een rare carnaval. Nou, en dat is dus de derde zachte G waarmee de onderwereld doordringt in de bovenwereld. In de gemeenteraad. Criminelen in Brabant bedreigen niet alleen politici, ze worden politici. Dus niet zo heel gek dat de burgemeesters van Eindhoven, Den Bosch, Breda, Tilburg en... Are a little bit worried. Oh, niks. Oké. Okay. Dat zij de noodklok luiden. Het is niet zo gek. En ik heb het even gecheckt. Het is niet voor het eerst. Hè. Al in 2013 zijn burgemeesters bezorgd omdat Brabant aan het verliezen is van de criminelen. 2 jaar later volgt een waarschuwing in de Volkskrant. Dan op Prinsjesdag van dat jaar krijgen ze 3 miljoen euro. Veel te weinig natuurlijk, dus dat noemen ze peanuts. Dan in 2016 laat de politie weten dat het de spuigaten uitloopt. Gevolgd door een brandbrief begin 2017. Plus de waarschuwing dat de dijken breken. Dan afgelopen juli zeggen ze alweer help en luiden ze de noodklok. En in september noemen ze het vechten tegen de bierkuil. Wow! Ik ken mensen in mijn kelder die minder vaak om hulp roepen. The look after the time. Nou, wat is hier nou aan te doen? Oké, hier volgen de aanbevelingen van Zondag met Lubach. Ten eerste, Amsterdam wordt weer gewoon de moordhoofdstad van Nederland. Drugsafval gaan we netjes gescheiden ophalen in de GHB-bak. Theo Verbrugge van de NOS moet al zijn drugscanners met de politie delen. De geiten krijgen gewoon hun stal terug. Alle boeren zeggen nee tegen GHB. Maar ook Brabantse politici, let straks bij de gemeenteraadsverkiezingen even goed op wie je op je lijst zet. En het belangrijkste is nog Den Haag. Luister nou naar die 5 burgemeesters van de 5 grootste steden van Brabant. Van Eindhoven, van Den Bosch, Breda, Tilburg. Helmond! Helmond, ja! Yeah. Hoi, online vrienden. Abonneer je nu. There you have it, ladies and gentlemen. Arjan Lubach, definitely always bringing a comedic
side of things, regardless of what the things happen to be. I like that he's not afraid to speak his mind. I like that he points out the obvious a lot of times. Very, very cool indeed. Get over, show the man all the love of the world. The Avon Show, met Artie and Lubach. Go show the love. Smash the like button if you liked it. The dislike button, but I won't believe you. Be safe out there. It's getting a little criminal everywhere. Till the next one, about the combustible. You guys be happy, healthy, safe. I love you to the moon and back.